In verband met Kinderdag is vanmorgen het Brasa Genootschap geproclameerd. Het Brasa Genootschap bestaat uit verschillende organisaties en stichtingen. Margot Kramp, voorzitter van de stichting Suzette, geeft aan dat het Brasa Genootschap een groep Surinamers is die samenwerkt om welzijn en levensvreugde binnen onze gemeenschap zichtbaar te maken. Omar Terborg, bestuurslid van de stichting Zorgvol en Nobel, zegt dat het kind centraal wordt gesteld. Een zichtbare plek. Dat wil zeggen, er is iets aan de hand. Want het is niet zo zichtbaar als wij dat graag zagen. Wij die hier zitten. Om het groep mensen, organisaties te bundelen. Om ervoor te zorgen dat dit eigenlijk alle facetten propageert die met geweld in welke vorm dan ook te maken hebben. En als een beweging, als water gaat bewegen, maar dan water met vaartsoelaas. Als we zien in deze grote wereld wat kinderen allemaal niet overkomt. De cijfers van de UNICEF zijn zorgwekkend. Kinderen die als gevolg van hongersnood, als gevolg van pandemieën en epidemieën omkomen. Kinderen die verzeild raken in oorlogen en op hol moeten slaan en hun ouders niet meer kunnen vinden. Kinderen die daar allemaal als gevolg van slavenarbeid moeten lijden. Volgens Nadia Becker, directeur van het CCS, is de hedendaagse situatie van kinderen en jongeren heel zorgwekkend. Stanley Ravenberg, Public Relations Manager van Mozart Security, zegt dat het bedrijf erop wijst dat het belangrijk is om op de juiste manier om te gaan met gevaar en geweld. Respect naar elkaar toe is gaan eroderen in ons land. Social media is genoemd. Ik heb dat ook binnen mijn spreekbeurt, als een van de dingen waarvoor we bijzonder waakzaam moeten zijn. We nemen alles over uit het buitenland. De goede, maar ook de slechte dingen. We zien video's op onze mobieltjes gaan en komen waarbij volwassenen verbaal zodanig uit hun slof schieten dat je, ik delete direct. Bij de aanpak van geweld en de nare gevolgen daarvan zijn diverse disciplines betrokken. Ook professionals in de sociale sector verdiepen zich steeds meer in vragen zoals hoe ga je het geweld tegen? Mozart heeft nota genomen van de professionals, kennis en vaardigheden van Stichting Zorgvol en Nobel en haar partners Cultureel Centrum Suriname, Stichting Suzette, Stichting Pro Humaniteit en het Tori Collectief bij de aanpak van geweld in alle voorkomende gevallen. Stanley Ravenberg, Public Relations Manager van Mozart Security en daarvoor Nadia Becker, directeur van het CCS. Zij spraken vanmorgen bij de proclamatie van het Brasa Genootschap. De proclamatie vond plaats in de bankethal van Torarica.